Pop the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Jongens, ik ben vandaag vergeten te filmen, maar ik heb mijn nagels gedaan. Jullie zien het niet heel goed, gewoon normale roze poeder met Gucci thema. En we gaan gourmetten met de Mallorca meiden. Yeah. Woo! Mallorca 1, 3, 2, 1. Mallorca! Ja, dus we hebben allemaal eten en zo. En dan gaan we gourmetten op 6e kerstdag of zo. Zoals jullie al zo. Lekker man. Dit ziet er lekker uit. Oh, ik ben niet eens goed aan het filmen. Take 2. Wij zijn vandaag bij Boekie. En wij hebben vandaag gegourmet. En daarna hebben we getoetje eten. Ja, en daarna hebben we gechilled op de bank en een TikTok gemaakt. En Jij hebt TikTok. Zij associeert zich niet met mensen die TikTok maken. Oké, waar gaan we de volgende keer naartoe? Parijs. Moeilijk toch? Ja, Parijs binnenkort 2G-regel, dus we gaan even kijken of dat nog lukt. Ja. Oké, jongens, we zijn nu onderweg naar Parijs. Het is de laatste week voordat de 2G-regel ingaat. En Boekie heeft de presentatie. En ze moet dat in de auto doen en daardoor moeten wij even tijd doden in het tankstation. Het is de eindpresentatie, dus het is wel belangrijk. Zo, dat gaan we dan doen. Oké, wij zijn aangekomen in Parijs en Esma heeft hier familie die parkeergarages hebben. Dus ze is even met ze aan het bellen en dan kunnen we fixen dat we ergens kunnen parkeren. Hier dus waarschijnlijk. Oké, jongens, we zijn aangekomen in Parijs en we hebben net de metro gepakt en daar... Wat is daar, Esma? De Arc de Triomphe. En zo goed kijken, wist niet wat dat was. Oké, wij zijn net naar de Sephora geweest. Oh. Schat, je kan je tasjes laten zien, hè? En nu zijn wij bij de Arc de Triomphe. En gaan we hier foto's maken of niet? Ja. Oké, en is de Cartier winkel. We gaan een tas kopen met z'n drieën, toch? Ja, die tas. Woe! Ja, dat dus. Het is echt cute hier, jongens. Het is echt cute hier. Oké, wij zijn bij La Durée. En we gaan macarons halen. Wat voor smaak macarons? Ik ben benieuwd hoe ze gaan smaken. Jongens, kijk hoe cute! De Eiffeltoren geeft lichtjes! Ja, dus we zijn nu bij de Eiffeltoren ergens. We zijn nu richting daar aan het lopen, zodat we kunnen gaan eten. Oké, Boekie is net bij de Champs-Élysées nog naar de Fabiano geweest. Dus die heeft al gegeten. En Esma heeft ook Papiano besteld, maar die heeft ze meegenomen. Voor de rest heeft ze nu pasta, of spaghetti. En ik heb pizza en ze heeft spaghetti. En Boekie heeft salade, want ze is natuurlijk al vol, hè? Ja. Yeah. Ja. Nou, iets smakelijk. Oké, jongens, ik ben terug uit Parijs. Ik zie er echt verschrikkelijk uit. We hebben terugweg best wel snel gereden, dus het duurde echt maar 5 uurtjes rijden of zo voordat we terug waren. We hebben tussendoor ook nog een paar stops gedaan om gemaakt om te tanken en zo en even plassen en zo. In ieder geval, ik ben nu thuis en ik heb vandaag trouwens niet echt veel gevlogd. I'm so sorry, maar het was gewoon echt veel te koud om telkens mijn camera uit mijn tas te halen. So, sorry. Ik heb wel genoeg gefilmd voor Insta en Snapchat. Dus dat is dan wel weer een voordeel als je me daar nog niet volgt. Mijn dingen, mijn gegevens zijn in de bio. Dus volg me daar ook gelijk even. Een hele goede morgen, lieveling. Ik ga nu eerst naar stage. Dit gaat niet werken zo. Hè? Ik ga maar even zo. Want ik ga nu eerst naar stage. En vandaag heb ik alleen maar schoolcoaching. Ik ga naar de Rientjes in Maarsen. En vandaag hebben zij een examenstunt. Dus ik ga ervan uit dat de hele school overhoop wordt gehaald. En ze zeiden ook al van... Of nou, mijn collega's zeiden van... Misschien is het handig als je extra kleren meeneemt. Of
ik ga even uitpoten, ik moet even mijn broek aan doen. Extra kleren meeneemt of oude kleren aan of wat dan ook. Voor het geval jij de pineut bent. Want ik weet niet of iedereen weet wat een examenstunt is. Maar dan, tenminste bij ons was het altijd dat je dan alles mocht doen wat je wilde. Dus dan kwam je lekker gek gekleed. En dan mocht je de hele school vies maken en meel op iedereen gooien en water en ei. En zodat gewoon de hele school echt een ravage wordt. Dus dat is vandaag. En daarna ga ik eigenlijk wel weer naar huis. En dan heb ik vanavond een concert van Burna Boy. En ik ga met Kimberly. Hebben jullie al super lang niet gezien, dus dat is misschien ook wel leuk. Nou lievelingen, ik heb vandaag de hele dag met dit gezicht uitgezien op school. Op stage school. Ik heb niks gefilmd van de examenstunt. Of nou ja, ik heb een heel klein stukje van 10 seconden gefilmd voor mijn collega's. Die zal ik weer even hier zetten. Nou, ik hoop dat je dat leuk vond. Je zag niet zoveel, maar in ons hok was het in ieder geval wel rustig. Daarbuiten was het een chaos, maar gewoon ja, het is een examenstunt. Dus het is eigenlijk een beetje net als elk jaar. Hun mail was afgepakt. Hun bloem dus niet hun e-mail. Dus daar konden ze geen puinhoop mee maken. Alsnog hebben ze het wel gedaan in de gymzaal. En met allemaal frisdrank wat ik hoorde en water. En verder gewoon door de school. Ja, alleen maar met water en confetti en zo. Dus het was eigenlijk gewoon een hele normale examenstunt. Dus dat. Daarna ben ik naar de stad gegaan. Heb ik ook niet gefilmd. Trouwens, op school kon ik niet filmen omdat ik telkens mijn camera er niet bij kon pakken. Want we waren de hele tijd in de weer met de jongeren. Dus dat. En nu ben ik me aan het klaarmaken voor Burna Boy. Ik weet nog niet wat ik aan ga doen. Dus dat ben ik nu een beetje aan het uitzoeken. En dan ga ik zo meteen naar Kim toe. En ik ga mijn camera niet meenemen. Maar ik ga wel proberen zoveel mogelijk te filmen met mijn telefoon. Want eigenlijk wil ik gewoon zo min mogelijk mee. Ik wil eigenlijk niet eens een tas mee. Dus ja, ik ga jullie meenemen naar Burna Boy. En met Kim. Nou jongens, ik ben met Kim, maar ze wil er niet op. Wij zijn nu onderweg. Wow. Reed hij nou tegen mij? Ja. Wow. Maar er is geen schade bij hem, nee, bij de voorste. Maar waarschijnlijk wel bij die daarachter. Oh, wow. Zo was ik ook aangereden. Wow. Oh, misschien. Ik ben echt benieuwd naar zijn auto. Maar ja, wij zijn onderweg naar Burna Boy. En we zijn bijna bij de parkeergelegenheid. En ja, dan hoe laat was het begonnen? Om 6:30? Oh, oké. Okay. En hoe laat zou het voorprogramma beginnen? Oké. Okay. In ieder geval, we zijn nu onderweg. Dus dat wilde ik jullie even vertellen. En dat ik met Kim ben. Ik ben veilig opgehaald. En ja, ik neem jullie zo meteen mee. Listen up. Do.
welkom bij een nieuwe vlog. Ik maak haar even vast, want we zijn aan het verven. Dus ik ga jullie meenemen. Mooie nagels. Dankjewel. Misschien, wat wil je drinken? Wil je een roodje? Nou, dit voorbeeldje heeft Modo gemaakt. Wil je een roodje? Hier is het echt een bende. Mag ik jouw schilderijtje filmen? Moet eens kijken hoe mooi het is. Het heeft ze helemaal zelf gemaakt. Echt goed van je. Dus willen jullie vertellen wat jullie aan het maken zijn? Lekker cheese. Lekker cheese. Lekker. Ik zou een vol lepel erop zetten. Oké, we zijn dus burritos aan het maken. Wij zijn er. Klaar. Een hele goede morgen, lievelingen. Welkom bij dezelfde vlog. Ik ben onderweg naar naar Brokleden. Ik heb daar vandaag schoolcoaching, want ik ben vandaag namelijk op stage. Het zijn zo'n beetje mijn laatste stageweken, dus heel veel zullen jullie er niet meer over zien. Maar nu ik er nog ben, dacht ik, ik ga gewoon lekker vloggen, weet je wel. Ik weet dat ik nog veel moet uploaden en dat demotiveert me soms om te vloggen. Maar dat maakt verder niet uit. Dus ja, ik heb zo meteen schoolcoaching en daarna heb ik even een tijdje niks, dus dan ga ik mijn nagels doen. En daarna ga ik weer terug naar stage, dus ik neem jullie vandaag gewoon lekker mee. Nou, ik ben weer bij Brokleden bij schoolcoaching. Oh, en... Ik ook. Ik ben Alexander. Zeker. En Steve was er net ook bij, maar die is weer weg. We hebben het vandaag lekker rustig gehad. We hebben ook een beetje... Wat hebben we gedaan net? Nou, voor onderzoek voor het social media kanaal voor Pridebase. Ja, we gaan iets nieuws opstarten. Of nou, tenminste... Het voorwerk doen. Het voorwerk doen, ja. Dus super interessant. En wil jij een beetje uitleggen wat Pridebase is? Ja, Pridebase is een groep voor stichtsvecht met alle LHBTIQ+ jongeren die daar behoefte aan hebben. En daarvoor willen we activiteiten gaan aanbieden, maar ook via Instagram een soort voorlichtingen gaan geven over wat is eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk een beetje online ook meer. Dus daar zijn wij mee bezig geweest, super leuk. En nu gaan wij onze spullen pakken en dan gaan we er zo meteen vandoor. We hebben meidenwerkoverleg en we hebben zo meteen bingo. Dus de cadeautjes zijn alvast gemaakt en we hebben hier zo'n bingo rad. En dan gaan we zo meteen bingo spelen. Hebben jullie nog wat te zeggen, meiden? De kijkers houden van jullie. Zo, waar ben ik niet in beeld geweest? Zo, we kunnen zo niet. Die ene keer dat je in beeld was, ging ze stuk om jou. Tuurlijk. Quinty? Heb je een evaluatieformulier na de hand? Dat is dan gekeken. Nee, maar ik heb wel bewijsmateriaal dat ze zeiden, hahaha, Quinty is zo grappig. Oh ja, maar dat staat boven, ja, boven alles gewoon. Wat ben je aan het doen op die telefoon daar zo? Gemakkelijk worden. Oké. Oké, dus wij gaan... Die telt niet. Dus wij gaan even balletje doen. Voor de bingo, want we hebben allemaal... We gaan een uitje doen met z'n allen. Oké, jongens. Wacht. Ik moet eerst uitleggen. We gaan een uitje doen met z'n allen. En we hebben allebei een nummer gezegd. En degene die dichtst bij dat nummer is, die... ja, die mag kiezen naar welke stad we gaan. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Weet je deze cijfer nog? Wat was jouw cijfer? 24. 42. 30. Wow, het is nummer 2! Ik ben het dichtstbij, want ik zei 4. Dat heb je helemaal nooit hardop gezegd. Oké, dus we gaan nu de echte beslissende ronde doen. We hebben er al 2 gedaan. Ik heb niet gedaan. Ik had nummer 16, hè? 16, wat had jij? Ja. 30, 24, 78, 42 en 23. Ze weet het gewoon nog, hè? Dat is goed. Maar moet iedereen nu... Oké, zeg het. Nee. Zeg het. Zeg het. Nee! Zeg het! Nee. Het is 84. Wat? Wacht, we gaan nu een bingo houden. Marwa is even aan het uitleggen hoe het gaat. Jawel, wat is je onderste rij voor? Dat telt hij niet. Het is alleen de bovenste rij. Alleen de bovenste rij. En als iemand maar net een goede vraag. Dus ja. En als iemand de bovenste rij zeg maar heeft, die moet dan bingo roepen. If I broke now my business, I'ma show you it go bright too. All I care for the night. If I broke now my business. Crazy lately, I'm confirming. Trying to write myself a sermon. You just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision. Trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care. I'm staying some more, just a little bit.